Thijs, je bent 12 jaar en je speelt doedelzak. Ja, dat klopt. Dat is allesbehalve een alledaagse hobby voor een jongen van jouw leeftijd. Ja, dat klopt. Vertel eens eventjes hoe dat zo is gekomen. Ik ging naar Leerland op een dag. En toen kwam ik in contact met mijn pipemeter Gilbert Hekhuis. En toen ging ik doedelzak spelen. En wat is er zo mooi aan doedelzak spelen? Er zijn heel veel melodietjes die ik kan spelen. En het is ook heel erg leuk, want je krijgt ook een stukje cultuur mee. En je komt ook nog eens ergens, want bijvoorbeeld onze band die gaat naar Frankrijk, gaat naar Duitsland, België, in Nederland, in Schotland. Dus ja, hartstikke mooi. Leuk. Laat eens een stukje horen. Oké, dat is goed.